dan is er nog een belangrijk onderscheid te maken in grasmaaiers. Namelijk de zweefmaaiers en de wielmaaiers. En die zweefmaaiers die werken een beetje als een hovercraft. En dat komt doordat er aan de onderkant van zo'n zweefmaaier een ronddraaiend mes zit. Die heel hard ronddraait, wat het hele apparaat een beetje optilt. Nou, en dat maakt hem dus extreem wendbaar. Wel een nadeel is dat hij niet zo geschikt is voor oneffen ondergronden. En dan heb je dus nog de wielmaaiers. Dat zijn dus grasmaaiers op wielen. En die zijn wat minder wendbaar, maar die kunnen wel weer beter met oneffen ondergrond omgaan.